toen een heleboel mensen door het woord. Ik ga u niet over al die onderwerpen het woord. Ik wil namelijk ook iemand over de bureaucratie wellicht. Wie zou daar iets over willen zeggen? Die hele meneer zegt, nou, er zijn initiatieven, dan doen we ze. En dan worden we lastiggevallen met 25 formulieren en die bemoeizucht. Nou, ik ben degene die het initiatief heeft genomen anderhalf maand terug in de Tweede Kamer om meer eisen te stellen aan particuliere instituten. Want ik vond dat we daar te weinig eisen aan stelden waar het gaat om een hoge zorgzwaarte. En ik vind het nog steeds goed dat we dat gaan doen, omdat ook mensen zelf met dementiepatiënten, maar ook hun familie, ook recht hebben op kwalitatief goede zorg, dat ook gegarandeerd is. Maar we moeten natuurlijk niet doorschieten in de bureaucratie die erbij hoort. En die geldt voor beide zorgaanbieders hier in de zaal die zich geroerd hebben. Want dan gooien we het kind met het badwater weg. Ja, mevrouw? Ja. Nou, we hebben net een hele intensieve discussie gehad met de inspectie van Volksgezondheid. En dan, de enige die niet gevraagd wordt wat de kwaliteit van de zorg is, is de familie. Het enige wat geweten wordt is processen. Dat is niet waar. Die is juist vaak aan het klagen dat zij niet gehoord worden. Maar mevrouw Leijten, u heeft het woord niet met dit vriend. Nee. Kijk, in heel veel kwaliteitszorgsystemen wordt wel degelijk ook geluisterd naar wat de familie dan wel. Ik durf er niks te zeggen. Dementiepatiënt zelf. Kijk, ja. Van de kwaliteit vindt. Ik vind dat juist een veel belangrijkere maatstaf dan veel andere vormen van technische kwaliteitmeting zoals we die hebben. Maar goed, u hoort nu. Maar het is, dus ook particuliere instellingen moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen. Geen misverstand, daar mag geen discussie over zijn. Het gaat over veel geld, het gaat over kwetsbare mensen. En tegelijkertijd moeten we voor zowel particuliere als niet-particuliere instellingen zorgen dat die bureaucratie minder wordt, zodat het natuurlijk meer mogelijk wordt om kleinschalig te organiseren. Maar daar zijn wel grenzen aan en dat moeten we met elkaar realiseren. Okay. En u fluisterde zo heel rustig aan het begin van, laten we zeggen, de paneldiscussie, onderzoek. Ja, nou ja, wat wilt u zeggen? Wat ik al gezegd heb, nou, het gaat heel erg om de situatie nu, vandaag. En dat is politiek eigen, dat geloof ik. Maar het probleem is, dat ligt echt voor ons in de toekomst. Hoe gaan we nou de toekomstige patiënt, wat gaan we daar aan bieden? Dat kan alleen als je nu massaal investeert, denk ik, in maatregelen. Massaal investeert, zeg ik zelf. Zeggen. Nee, maar, jongens, luister, het is echt vijf voor twaalf. Ik overdrijf niet. We moeten nu investeren, want anders kunnen de volgende generatie patiënten die eraan zitten komen, daar hebben we een kleinschalig voor. Dat is allemaal niet genoeg. We moeten zorgen dat die mensen thuis kunnen blijven. Hoe kan dat? Hoe kan dat dan door onderzoek? Vroeg diagnosticeren, daar moet veel meer in geïnvesteerd worden. Kennisniveau omhoog brengen. Meer dokters die heel speciaal daarop gaan werken. En uiteindelijk middelen vinden die zorgen dat mensen niet zo snel achteruit gaan en dus langer thuis kunnen werken. Maar wat mag ik een vraag stellen? Om dat probleem dus de basis te kunnen zetten, u investeert op massaal. Ja. Want wat betekent dat massaal investeren? Nee, mevrouw Dijkstra. Ik kan mevrouw Dijkstra het woord geven. Ja. Heel even daartussen daarop reagerend. Dat is ook de achtergrond van waarom ik dat vroeg. Wij als D66 zetten heel erg in op onderzoek en innovatie. En ik denk dat dat ook met name als we praten over 2040, 2050 ontzettend belangrijk is met die enorme toename. Maar ik denk dat we ook nu al moeten kijken van wat kan er nu al verbeteren, ook op dat terrein. Als we even vergelijken, u noemde aids, hè, het aidsonderzoek. Als we kijken wat er in kankeronderzoek en de hele lobby die er is op dat terrein. Ik denk dat we daar veel meer moeten doen en ook op dezelfde schaal ook helder moeten maken. En daar, dan kom je weer terug bij de stelling, dan neem je het pas echt serieus. Als je altijd op dezelfde schaal zet als kanker en aids, hart- en vaatziekten, dan neem je het echt serieus. En dat betekent dus ook dat je net zoveel inspanningen moet leveren op het gebied van onderzoek als bij die andere drie. En dat gebeurt op dit moment niet. En dat moeten we echt wel. En waarom gebeurt het niet, weet je dat? Omdat kennelijk is er ook een taboe in verschillende, zeg maar, andere. Men ziet het niet, men ziet het probleem, denk ik. Waarom gebeurt dat niet? Daar heeft ook Rudy Westendorp uit Leiden wel een interessante analyse van. Hè? Dat is, hij zegt eigenlijk al jaren, dementie wordt te veel eigenlijk vereenzelvigd met een ouderdomsziekte. En ouderdom, dat zijn wij toch geneigd te zien als een natuurlijk verschijnsel, wat je maar gewoon hebt te ondergaan. En daar hebben we de indruk van, kennelijk, dat er geen behandelingen voor zijn. Dus ik vind dat voor u ook een heel mooi pleidooi. Ik zal me dat ook ter harte nemen. Wij investeren wel stevig in onderzoek. Wat betekent dat als u dat zegt? Ik zal me dat even nemen. Nou, dat ga ik nu uitleggen. Okay. Wij investeren stevig in onderzoek naar duurzaamheid. Maar ik realiseer me eigenlijk nu we hier zitten dat wij in ons programma te weinig ruimte hebben gemaakt voor onderzoek naar innovatie in behandeling in de zorg. We investeren daar wel veel in de zorg zelf. En misschien te weinig in onderzoek. Dus ik vind dat zeker een punt om mee te nemen. Maar dan zou ik toch wel heel graag van u willen horen om welke bedragen we het dan hebben. Waar moeten wij aan denken als politiek? Want over een paar weken zitten we hopelijk te onderhandelen. En dan gaat het gewoon over de cent. Oké, heel helder. Even heel kort, want ik heb nog één iemand over welke bedragen. Nu, doe man of maar. Heeft u een idee? Oplossing.
kijk, Obama heeft in de crisis één ding geweldig goed gedaan. Hij heeft een aantal miljarden extra aan de NIA gegeven, National Institute of Aging, omdat Alzheimer in Amerika door de lobby wel op nummer 1 staat. Zegt u nu eigenlijk de lobby is niet goed genoeg? Ik heb hier nog een andere vraag. Meneer. Ja, ik heb heel veel plezier geluisterd, maar u gaat het probleem niet oplossen. Met kleinschaligheid lost u het probleem van DWC niet op. Hoewel? Daar doet u iets kwalitatiefs aan op dat moment, maar u hebt een kwantitatief probleem op te lossen. Dat gaat u niet oplossen voor de 30% die in een instituut zitten. Die moet u gaan oplossen voor die 70% die thuis zit. Daar hoor ik u totaal niet over. U moet komen en u gaat een super... Okay, ja, en nu willen ze natuurlijk allemaal zeggen. Ik heb al heel lang niet gehoord. Dat was de eerste en de laatste. Mevrouw de Koudewee, u doet niets. Dat is vrij harde woorden, maar met ondersteuning van de zaal. Dus er zal een kern van waarheid in zitten. Er moet acuut een probleem worden opgelost. Wat doet de VVD om dat acute probleem op te lossen? Nou, dat acute probleem, dat zien wij ook. We zeggen ook, je moet aan de ene kant dus investeren in onderzoek en heel erg in onderwijs. Maar ja, dat is iets voor de langere termijn. En de vraag is, hoe los je het acute probleem op? Er komen steeds meer dementiepatiënten bij. Ik denk met kleinschaligheid alleen niet. Maar wij vinden als VVD wel, we kunnen hier allemaal wel oordelen wat moet dan. En welke maaltijden. En moet het kleinschalig? Aan de ene kant moet het kleinschalig, aan de andere kant lost de WMO niet zoveel op. Moet de gemeente wel, moet de gemeente niet. Sommige gemeentes gaat het heel goed, in andere niet. Wij denken dat het echt iets is tussen de zorgverlener... En de patiënt. Ja, maar u schrapt de totale begeleiding. U bezuinigt de totale begeleiding. U is de VVD. Ja. Hoe kunt u dan dit zeggen? Hoe kunt u dan nog zeggen, er is dus oplossing tussen de zorgverlener en de patiënt, maar, die zorgverlener. Hoe bedoelt u, wij schrapt de totale begeleiding? Omdat wij in de hele ABWZ schrapt u de totale begeleiding voor ouderen en gehandicapten en iedereen met een zorgvraag. Nee, we hebben gezegd in de ABWZ, dat kan best met minder, dat is tussen 1997 en nu is dat met 10 miljard toegenomen. De bedrag wat daar ja, maar dat niet zomaar, dat komt niet uit de lucht vallen. Ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat komt mevrouw de KBWZ alleen, ja? Die ABWZ die gaat voor steeds meer dingen gelden. We hebben gezegd, daar zou je keuzes in moeten maken. We zitten in een periode dat je gewoon keuzes moet maken. Omdat je juist die zorg voor de langere termijn betaalbaar wil houden. Die keuzes is, de ABWZ moet versoberen. En daar moet je dus echt zien van, wat ga je nu wel doen en wat ga je niet doen. Investeren moet er in onderwijs en onderzoek. En vervolgens moet je tussen de zorgverlener en daar geld voor beschikbaar. Voor dat voor onderzoek en onderzoek, ja. En voor de rest ben ik het heel erg eens met deze meneer die zegt van ik bied kleinschalig zorg aan. Ik bied het op mijn manier aan of het kleinschalig of grootschalig is. Maar laat nou eens een keer tussen die zorgverlener en die patiënt en die familie eens kijken van wat kunnen we doen. Daar zegt u nou eerlijk, was u schrapt de dagbesteding en de totale begeleiding van alle ouderen in dit land. Ja, en u laat het voortaan de ABWZ aan de zorgverzekeraars. Dus u schuift eigenlijk de ABWZ in de zorgverzekering, waarbij de zorgverzekeraar straks voor je gaat onderhandelen. En wellicht ben je niet goed verzekerd. En, helder. Hebben we toegestaan? Nu echt, we gaan elkaar met het laatste woord. En we schuiven het naar de gemeentes vooral ook, omdat we het echt op het decentrale niveau willen hebben. Daar moet je gaan kijken van welke zorg ga je in naar die voorzitter. Oké. Ja, dat helaas. Ja, het spijt me. Ja. Met name, dames en heren, dat we naar de tweede stelling gaan.